Hey, hier Dood en Verderf weer. We zouden nog even het Vista Point in Lion's Arch bij het Traders Force Waypoint laten zien. Ik zou meteen ook even deze doen bij de Western Ward Waypoint, want die is ook een, lastig. Je moet even weten waar je op moet springen en dan ben je er eigenlijk zo. Laten we snel gaan lopen. Als je hier bij Traders Force Waypoint eruit gaat en je kijkt recht omhoog, zie je hem zitten. Als je hier dus uitkomt, gaan wij hier linksaf de brug over meteen. Het is toch wel een stukje lopen. Kom je op het plein met het grote standbeeld hier omhoog via het houten bruggetje. Helemaal langs de houten stellage en dan kun je hier bij de pilaren ook een soort van brug op. Need something? Hier omhoog. En dan zie je hem hier al zitten in de verte. Daar is hij. Hier kunnen we verder omhoog. Zit nog een kroeg. Kun je nog bier kopen. Voor de liefhebbers. Gaan we snel naar de andere. Ja, het Vista Point bij de Western Ward Waypoint. Zit hier bovenop op het dak, je ziet hem al. Hier omhoog en dan spring ik meestal hierop. Oh, nou ga ik in één keer hier bovenop. Spring ik hierin. En dan ga ik via dit balkje met iets een sprongetje. Als ik het goed doe, ja, sta je hierop. Dus hier staat, moet je eigenlijk op dit rekje met de visje springen. Als je daarop springt, kun je hier tussendoor naar het volgende dakje en dan ben je er al. Kijk, hup, ik sta er totaal niet op, maar hij pakt hem toch. Dat is makkelijker. Dan spring je hierop, hierop. En, oh, pff, moet je geen koprol maken. En dan is hij hier. Oké, dat was hem weer.